In deze video ga ik laten zien hoe ik mijn hondje James uitknip en dan op deze achtergrond ga plakken. Ik ga hem uitknippen met het pengereedschap. En dat doe ik door dan zo in de rondte langs zijn hele lijf te gaan. Zo, dit pad had ik voorbereid, dus ik had hem uitgeknipt en zo precies mogelijk, dus je ziet heel veel balletjes. En ik ga nu van dit pad ga ik een laagmasker maken. Dat kan niet in één keer, dat moet in twee stappen. Ik klik de juiste laag aan. Ik ga eerst zorgen dat het pad een selectie wordt. Dus ik ga naar selecteren uit pad. Dan klik ik even één keer op het verplaatsen gereedschap. Nu heb ik een selectie in plaats van een pad. En dan, als ik op die laag klik en ik klik rechts, dan kan ik zeggen laagmasker toevoegen. En dan uit selectie klik ik aan en dan toevoegen. En dan zie je dat de achtergrond al helemaal verdwenen is. Ik wilde even het verschil laten zien. Als je gewoon met vrije selectiegereedschap een hondje uitknipt of met het pengereedschap, wat het verschil daarin kan zijn. Dus ik ga even de selectie weghalen. Selecteren geen. Ik zet deze even uit. Dit is een knipsel uit diezelfde foto, maar dan met het selectiegereedschap, vrije selectiegereedschap. Dat is een hele harde knipsel geworden. Met wat, ja, niet zulke mooie lijnen. En je krijgt ook heel veel karteltjes eraan. En dat heb je niet als je knipt met het pengereedschap. Dan wordt die al wat mooier. Nou, we hebben daar dan een laagmasker van gemaakt. En nu kunnen we dus de selectie wat gaan verbeteren. Met het brushgereedschap, alles wat wit is, dat is zichtbaar. En alles wat zwart is, dat is dus transparant geworden. En nu ga ik die laten zien hoe je dan die, dit wat haariger krijgt. Langs die oren, dat is wel netjes zo. Maar hier zitten wat, wat haartjes als ik de laagmasker uitzet. Laagmasker uitschakelen, niet verwijderen, want dan ben ik kwijt. Met uitschakelen, dan zie je dat hier allemaal pluisjes zitten. En als ik het laagmasker weer aanzet, door dat vinkje weg te halen, dan zie je dat die pluisjes allemaal weg zijn. Nou, die kan je tevoorschijn toveren door met een zachte kwast en een lage dekking. En dan natuurlijk wit, dat weer een beetje terug te toveren. De kwast moet nog kleiner. Zo. Je ziet dus nog niet helemaal het goede effect wat ik wil, wat ik heb. Het is wel een klein beetje. Maar dat laagmasker kun je ook uitwrijven met het smeren gereedschap. Doe je ook gewoon weer met je brush. Als je dan een beetje gaat slepen, dan krijg je een beetje dat, dat haarige effect. Je veegt als het ware je lijntje uit. Maar je veegt nou niet de foto uit. Je veegt echt alleen maar de masker weg. Dus je gaat zo een beetje omheen. Je kan ook weer een beetje terug. Dus die witte vlekjes, die moeten gewoon weg. Hier ook, dat witte lijntje, dat hoort er niet omheen, dus dat moet gewoon weg. En zo ga je dan helemaal om je foto heen. Door elke keer weer te klikken en te slepen en te wrijven. Beetje van links naar rechts en een beetje van rechts naar links. Daar moet je gewoon een beetje feeling in krijgen. Wat er mooi uitziet, hele kleine haaltjes tegelijk.
kijk, voor de grote dingen, dan krijg ik te lange pluizen. Dat willen we niet. En zo kan je dan helemaal rondom. En dan krijg je dus een hele mooie, mooi uitknipsel. Zo. Als je nog haariger wil werken, dan kun je bijvoorbeeld een kwast kiezen met heel veel spikkels. Deze bijvoorbeeld. Als ik daarmee wrijf, smeer, ja, krijg je wat meer haarige ideeën. Maar dat gaat heel langzaam, dus dat vind ik te langzaam gaan. Dus met het smeren gereedschap kan je dus je selectie uitsmeren. En dan kun je er dus een, door een beetje handig te werken, kun je daar echt een haarig effect mee krijgen. Het is wel een secuur werkje en het kost heel veel tijd. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan loont het wel de moeite. Want zo. Kijk maar wat het verschil is tussen deze selectie en deze selectie. Dit is dus gewoon met het lasso tool. En dit is gedaan met de pentool en vervolgens met de smeren toets je laagmasker bewerken totdat je een resultaat hebt waar je tevreden mee bent. Ja, hoe kleiner je smeren gereedschap, dus hoe fijner de haartjes worden die je schildert natuurlijk. Hè? Dus je kan daar echt wel hele leuke haartjes mee schilderen. Het hoeft natuurlijk niet overal zo precies te zijn. Oh, dat is een beetje groot. Maar overal waar je dus een harde rand hebt, daar ga je langs en dan, nou, dan smeer je dat uit. Oké, ik ga hem niet helemaal afmaken, want anders wordt mijn video te lang. Oké, nu ga ik het gras achter het hondje zetten. Dus ik ga hier selecteren alles en dan rechts bewerken, kopiëren. Dan ga ik naar de foto van het hondje en ga ik rechts bewerken. Plakken als nieuwe laag. Nou, nu zie ik mijn hondje niet meer. Dat komt omdat die laag boven mijn hondje ligt. Dus ik ga hem hier aanklikken en eentje naar beneden te slepen. Nou, dan zie je al, we hebben al een heel redelijk effect. Buiten het feit dat ik dit niet mooi geplakt heb. En hij heeft natuurlijk nog helemaal geen schaduw. En daarom is het een beetje een raar gezicht. Dus om het nog een klein beetje echter te maken, gaan we nog een schaduwtje toevoegen. De schaduw zit altijd tussen de gras en het hondje in. Dus ik moet hierboven een nieuwe laag maken. Zo klik ik het gras aan. Oh, die kan ik nog wel even gras noemen. Dubbelklikken, naam veranderen, gras. Enter. En dan maak ik daarboven een nieuwe laag door hieronder op het nieuwe laag icoontje te klikken. Dus een transparante laag. En dan klik je OK. En die noem ik schaduw. Nu neem ik de kwast en ik neem de zwarte kleur. Je kunt ook gewoon op dat pijltje klikken. Dan komt de achtergrondkleur als voorgrondkleur. Zwarte kleur. En ik maak de penseel iets groter. Zo. En dan ga ik hier gewoon achter het hondje, op die laag, ga ik een donkere vlek schilderen. Waarvan ik zeg van ja, dat is ongeveer wel de schaduw van mijn hondje. En je ziet het, terwijl je ermee bezig bent, komt hij al lekker op het gras te staan. Ik heb hier iets te veel. Ik haal dat weer even weg, zo. Daarachter ook. Hier nog wat te veel.
ik haal dat weg met de gum. Hè. Dat is vrij simpel. En nu ziet het er al veel realistischer uit. Nog een beetje gummen zo. Zo. Ik zet nu even de opname stil. Maak hem even af. En laat ik zien wat het resultaat is. Nou, dit is hem dan. Ik was nog even vergeten te vertellen dat tijdens het schilderen van de schaduw met het penseel en de zwarte kleur, dat dan de dekking op 27,7 stond, dus zeg maar tussen de 20 en de 30. Zodat je niet een hele zwarte plakkaat krijgt, maar gewoon een doorschijnend zwart. Je zou de schaduw eventueel ook nog kunnen zetten op vermenigvuldigen. Dan komt het gras er nog mooier doorheen. En is de schaduw nog realistischer. En hier wil ik het even bij laten. Bedankt voor het kijken.